Goedemorgen, wij zijn opgestaan en hebben ontbeten. En we zijn ready om te gaan naar de theevelden en naar de fabrieken waar de thee gemaakt wordt en verwerkt wordt. Ik heb vandaag een leuke jurk aan, een mosterdgele jurk. En ja, onze taxi is er al, net klaar met ontbijt. Dus wij gaan richting de theevelden. We zijn nu even aan het betalen. En dan is het tijd om te gaan. We gaan gewoon recht naar beneden. Echt heel mooi. We are Ayurvedic medicine in Sri Lanka. Ah. Ik wist niet dat eucalyptus zo aan een... Ik wist niet dat het een boom was, eerlijk gezegd. Nee, dat gewoon een plant. Plant, ja. Oké, zo zien de blaadjes van de thee eruit. We gaan ze hier aan het werken, twee plukken. In de tea garden, in de plantage. En deze mevrouw gaat ons wijzen hoe ze de thee plukt. The Hollywood. Hollywood sign. Yes. En we zijn nu bij de fabriek aangekomen waar de thee wordt bewerkt. En dat is het merk Damro Tea. En we gaan nu naar binnen naar de thee. Oké, deze vraag gaat ons meenemen naar de tea factory. Welcome to our tea factory. Normally in Sri Lanka we have three variety of the tea. One of the white tea, green tea, then black tea. But in this factory, we are doing black tea and white tea. Green tea, we are having another factory. Black tea, the first process, pluck out the leaves from the tea garden. Normally, the leaves are top leaves because the top leaves are too fresh, too young. Per day, one lady picked the top leaves, 20 kilos by the hand. Then we collect the leaves and spread it here. Withering means the leaves get dryness. Not a fully dryness, just 50% dry from leaves get dryness about 12 hours, a rainy time for 18 hours. Each 2 hours or 3 hours, we have to turn the leaves up and down by the hand. And also green tea, black tea and white tea, those three comes from same tea bush. But different part of the leaves, different process. The white tea, we are taking only the tip bud. Later I will show you the sample, like the middle of the tiny bud. And the green tea, we are taking only the baby leaves. But the black tea, we take out all the top leaves. Yeah. So one bush, different part of the leaves, different process. Okay? So this is the black tea in the first process. When they finish the first process, they collect the leaves by the baskets. They shoot the next process to crush the leaves. This is the second process. When they finish the first process, they shoot the rolling machine. Three machines are there. So rolling for 20 minutes. 20 minutes each machine, 300 kilograms crushing there. Then bring the bigger particle, then the smaller particle. So the bigger particle is going to crush it again when it's cold. Then after separating, we do the fermentation. Fermentation, just we leave it on the table for 3 hours. We do the fermentation, green tea and the white tea, there is no fermentation. That means white tea, we are not using any machinery process. White tea is just natural sun-dried process.
lovely white tea. We do like a 1 month, like 1 kilo. When they finish the fermenting process, the leaves are shoved by the corner. The leaves are come by the bell to the dry machine. Make it dry for 20 minutes. 20 minutes, more than 275 kilos drying here. Within the 20 minutes, brown color become a black color. So we are calling black tea. Then after the dry, we collect the leaves. We send it to the last process, grading the leaves. So this is the last process. When they finish the like a dry process, they collect the leaves, they shoot the grading room. So the grading room, there are several kind of machine. All the machines similar shaking. Through that only we are separating the sizes. Bigger leaves or smaller leaves or powder, like that we are separating. Because different sizes has a different taste. Different people having. Yes, thank you so much. Your English is very good. Good, yeah. Okay, nu gaan we thee proeven. Allemaal verschillende thee en ook een mok. Even snel showen wat ik gekocht heb. Oké, dus dat eerste hebben we apple tea. Appelsmaak. Appelsmaak. En dan hebben we Earl Grey. Dan heb ik peppermint. Die ruikt heel lekker. Mango. Ik ben heel benieuwd hoe deze proeft. En ook een andere mango. Hetzelfde eigenlijk als het cadeautje. En dan deze, chamomile. Chamomile tea. En dan hebben we deze, groene thee. Oeh, en mijn mokje. En deze grote mok heb ik ook nog erbij gehaald. En hij was 2500, dat is ongeveer 15. Nee, 1250? Ja. Ja, dus dat vond ik ook nog wel oké hoor, voor zo'n grote mok. Eén kruim of thee erbij. Ik vond de tekeningen erop ook heel mooi. Ja, dus dat waren mijn aankoopjes. En nu gaan we door naar de tempel. Sita Aria, als ik het goed heb. Daar wil ik heel graag heen. En eigenlijk hadden we er geen tijd voor. Maar omdat het zo dichtbij is, kunnen we nog even gaan. Oké, we zijn nu bij het treinstation aangekomen. We hadden geen tijd meer naar Sita Aria te gaan. Heel jammer. Maar goed, jammer genoeg zouden we dat echt niet redden met de tijd. Want het is nu al 10:50. En 12:30 vertrekt de trein. En we hebben zojuist in het boekje van Nihal, zo heet onze taxichauffeur, wat geschreven. En ja, we gaan nu fruit halen. En dan ja, door. Oké, we zijn nu even wat eten te halen. We gaan zo paratas meenemen. Hij is dat vers aan het maken daar. Oké, we wachten nu op de trein. Nihal is voor ons even gaan kijken voor aardbeidjes. En ja, dan gaan we meteen de trein pakken. Onze trein is dus met 3 uren vertraagd. We zijn al een tijdje aan het wachten. We gaan nu een andere trein weg. En we gaan zo nog even wachten tot een trein komt. Dus toen was het trein er eindelijk. Maar kijk hoe we met z'n allen staan.
Nou. We moeten gewoon staan. Of het is geen plek at all. Dus we moeten gewoon 2,5 uur staan. Met 3 uur staan zijn we er eindelijk. Oh, dan geeft iedereen gaat er nu gewoon uit. Oké, we zitten weer in de tuk-tuk. Heb je goed geslapen, meid? The secret places no one used to go but us. Are you sure? Are you sure? No. Nah, don't get out. Oh my god, wait. Oh my god. Hey. Ik heb al 3 uur gestaan en nu moet ik weer gaan lopen. Oh. Jongen. We zijn bij de hotel aangekomen. We hebben net een drankje gedronken. We gaan nu naar de kamer. Oef. Deze meneer vroeg gewoon meteen of ik uit Suriname kom. Omdat hij in een hotel heeft gewerkt waar heel veel Surinamers kwamen. Wauw, zo leuk. Oké, we zijn net gedoucht en klaargemaakt. We gaan nu naar het dorpje beneden om een massage te nemen en te eten in de avond. Daarna ga ik klaarmaken, want ik ga naar Mahashivratri. Dus dat is een festival, een Hindu festival. Even kijken of die mensen hier nog zijn. Oh, laat maar.